De Nationale Assemblée heeft in de openbare vergadering van afgelopen vrijdag met algemene 29 stemmen goedgekeurd dat de Surinaamse nationaliteit wordt verleend aan 202 personen. Het gaat om 169 naturalisatieaanvragers en 33 kinderen die mede worden genaturaliseerd. De aanvragers voldoen aan alle gestelde eisen en hebben affiniteit met de samenleving. Bij de behandeling van de wet gaf voorzitter Jenny Simons aan dat er een hoge uitzondering wordt gemaakt voor deze behandeling. Er zijn namelijk een paar vreemdelingen erbij die langer dan 5 jaar in Suriname wonen, maar pas in de laatste 3 jaar een verblijfsvergunning hebben gekregen. Maar dat er op andere wijze kon worden bewezen dat ze werkelijk in Suriname hun werkelijk verblijf hadden. En in de gewijzigde wet is dat ook opgenomen. Dat is dus even de verandering in de wet die voor wat verwarring heeft gezorgd, maar die tabel zal worden gecorrigeerd en dan weet de samenleving ook, de mensen waren wel langer dan 5 jaar in Suriname. Alleen hun formeel verblijf was dus korter. Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat deze personen geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid en de openbare orde van het land. Parlementariër Krishna Mathura gaf aan dat er in totaal 11 voorwaarden zijn waar iemand aan moet voldoen. Volgens haar komen er jaarlijks 75 aanvragen voor naturalisatie bij het parlement binnen. Mathura vindt dit aantal weinig als ze kijkt naar hoeveel vreemdelingen in Suriname vertoeven. En natuurlijk kunnen we niet iedereen verplichten om Surinaamse nationaliteit aan te nemen. Maar waar we wel voor moeten waken is dat we niet een illegale situatie in stand houden, een gedoogde situatie in stand houden. Daar vraag ik aandacht van de regering voor, dat we alert zijn, dat we letten op ons immigratiebeleid. Ik ga geen gedetailleerde vragen stellen over het beleid, omdat ik al de voorgaande jaren en keren al ettelijke vragen heb gesteld. En eigenlijk merk ik niet dat er echt antwoord komt op die vragen. En niet dat er iets verandert in de praktijk, merk ik. Dus ja, ik ga die vragen vandaag niet stellen. Parlementariër Mathura afgelopen vrijdag in de Nationale Assemblée bij de behandeling van de naturalisatieontwerpwetten. Na de goedkeuring van de ontwerpwetten heeft parlementsvoorzitter Simons de nieuwe burgers van Suriname gefeliciteerd met hun nieuwe status.